We staan hier voor de dierenasiel, kattenopvang. En ik ben benieuwd, er staat welkom op de deur. Ik zou graag eens willen weten wat er hier achter deze deur zich afspeelt. Dus ik ben benieuwd. Hallo. Hoi, wij komen van Merwe ETV eens kijken hoe dat bij jullie binnen is. Hartstikke leuk. Ja? Ik ben Gitte, kom lekker binnen. Prima. Hoe lang ben je al vrijwilligster? Vanaf 2007. Dus bijna 6 jaar. Oké. Okay. Ja. Ja. Zou je me wat hierover willen vertellen? Want we zagen hier naar binnen lopen en denken van nou, wat speelt er hier achter deze deuren af? Ja. Dierenasiel, kattenopvang. Hoe lang zitten jullie hier al? Het asiel in dit pand zit hier ongeveer 10 jaar. De stichting, want we zijn een stichting sinds kort, is hier officieel vanaf 1 december 2012. Dus okay. Dat is nog vrij vers. Ja, ja. Dat is zeker vrij vers, ja. Ja. En het is hoofdzakelijk dus een kattenopvang? Ja. Ja? Ja, we hebben ons echt gespecialiseerd in het herplaatsen van katten. Ja, ja. En zijn het allemaal zwerfkatten of zijn dit katten die hier afgegeven worden? Of wat voor redenen dat de katten hier, of hoe komen die hier terecht? Ja, nou, heel veel verschillende redenen. Inderdaad worden ze hier ook wel eens afgegeven. Niet op een nette manier, gewoon in een doos voor de deur 's nachts. Dat hebben we ook meerdere keren meegemaakt. Het zijn ook katten die uit een thuissituatie komen, die wegens omstandigheden niet thuis kunnen blijven. En gevonden katten waar nooit een eigenaar voor komt. Ook katten die gewond zijn geraakt, die door de dierenambulance zijn gebracht. Verwilderde katten die hulp nodig hebben, die hier dan tijdelijk opgevangen worden. Je kan het zo gek niet bedenken. Alle katten die hulp nodig hebben, die zijn hier welkom. Hey Jeanette, hallo. We staan hierboven. Wat is dit voor verblijf? Dit voor de is katten? De zolderruimte. We hebben hier 5 kamertjes, waarvan 2 met een raampje. En dit is een verblijf voor katten die niet bij de andere katten in de losloop kunnen. En dat kan om verschillende redenen zijn. Dat kan zijn omdat ze een speciaal dieet moeten hebben. Maar het kan ook zijn omdat ze te bang zijn om in een grote groep met katten te verblijven. Dus dan hebben we deze oplossing. We gebruiken het ook voor de kittens in de kittenperiode. En in de rustige periode gebruiken we dit als quarantaineruimte. Oké, en wat bedoel je met quarantaineruimte? Voor welke katten is dat dan? Voor nieuwe katten. Nieuwe katten moeten eerst in quarantaine. Dat betekent dat ze apart moeten zitten. En dan kunnen wij zien of ze goed eten, of ze goed drinken, goed plassen. En pas dan weten we van oké, alles gaat goed. Ze krijgen de entingen, ze worden nagekeken bij de dierenarts. En dan mogen ze pas bij de andere katten los. Dus als je ze gelijk los zou laten bij de andere katten, zie je niet of ze goed eten en dergelijke. Nee. Dus vandaar dat dat nodig is. Ja. Jullie werken natuurlijk met heel veel vrijwilligers hier. Allemaal klusjes en handelingen. Kunnen jullie mij daar wat over vertellen? Ik zie hier bijvoorbeeld zo'n bord. Ja. Wat houdt dat in? Op elke afdeling is zo'n bord waar op te lezen is wat voor voer de katten moeten krijgen en of er nog bijzonderheden zijn. Vandaag moest bijvoorbeeld de 28e moesten ze ontwormd worden. Dat is allemaal op het bord te lezen, dus elke vrijwilliger moet altijd heel goed het bord lezen. En dan wordt ook elke dag een heel dossier per kat ingevuld. Dus of ze goed gegeten hebben, of ze goed geplast hebben. Dus er komt best wel veel bij kijken. Ja. Ja. En dat zijn handelingen die ook iedereen weet. Ik bedoel, en iedereen kent ook de katten. Ja. Qua naam bedoel ik ook, want ik zie dan... Ja, in principe wel. Ja? En er is natuurlijk wel veel verloop. Van, oh, die ken ik nog niet, die is nog nieuw. Als je hier 1 keer in 2 weken komt, dan mis je natuurlijk ook wel eens wat. Maar de werkwijze is voor elke vrijwilliger hetzelfde. Ze krijgen ook een handboek mee waar alles in staat. En we hebben bijeenkomsten waar ook ons werk weer verder besproken wordt. Okay. Dus, en je hebt zeker wel 2 maanden inwerktijd nodig dat je alles een beetje begrijpt. Dus okay. Het is niet iets wat je zomaar even doet. Nee. Nee. Nee, nee, dat begrijp ik. En hoeveel vrijwilligers werken hier? Weet jij dat?
Ongeveer 30 vrijwilligers hebben we. 30? Ja. Ja? Zijn die ook allemaal ingeroosterd? Of weet iedereen en taken? Want hoe gaat zoiets met zoveel vrijwilligers? Ja, alle vrijwilligers die hier werken zijn ingeschreven en hebben een vrijwilligerscontract met het asiel. En we werken volgens een rooster. Het is niet de bedoeling dat hier ineens 10 vrijwilligers staan, want dat werkt ook niet. Dus dat wordt wel helemaal gecoördineerd. Er zijn 2 coördinatoren hier die dat in de gaten houden. Ja, ja. En is dat 24 uur? Of hoe moet ik dat zien? Nee, hier is niet 24 uur iemand aanwezig. Er wordt 's ochtends tussen 8 uur en 1 uur wordt hier gewerkt. Dan wordt ook echt alles schoongemaakt. En dan is er 's avonds nog iemand hier aanwezig, tussen 7 en 8 uur ongeveer. En tussendoor voor werkjes zijn hier ook wel mensen aanwezig of voor afspraken. Maar in principe 's nachts zijn de katten alleen hier. Zegt de katten die komen hier dan binnen. Ik vraag me af, wat gebeurt er dan eigenlijk als hier nou een kat binnengebracht wordt, om wat voor redenen dan ook. Mm-hmm. Hoe gaan jullie dan te werk? Katten worden altijd eerst eventjes apart gehouden. Dan gaan ze naar de quarantaineruimte. En dan krijgen ze ook de nodige medicatie. Dus dan moet je je voorstellen, ze worden ontvlooid, ontwormd. Ze krijgen 2 entingen. Als ze nog niet gechipt zijn, worden ze natuurlijk gechipt. En ook gesteriliseerd of gecastreerd. Ja. En daarvan kan je je bij voorstellen, er zit een hele hoop kosten aan verbonden. Voor zwerfkatten worden we wel ondersteund door de gemeente Sliedrecht, maar daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar die steun is op lange na niet genoeg om hier het asiel draaiende te houden. Dus daarvoor zijn we ook altijd nog op zoek naar nieuwe donateurs die ons kunnen helpen om die medicatie en ook alle andere kosten te bekostigen. Ja, inderdaad, want er gaat heel veel geld in zitten. Ja. Zeker. En stel nou dat ik zo'n kat zou willen hebben. Ja. Wat komt er dan kijken? Wat moet ik dan doen of hoe gaat dat? Dan neem je natuurlijk gewoon eerst telefonisch contact met ons op. En dan ben je van harte welkom om hier even te komen kijken. Dan volgt er ook een intakegesprek. En dan kijken we goed naar wat jouw karakter is en wat voor soort kat dat je zoekt. Wat jouw leefomstandigheden zijn. Kan een dier bij jou naar buiten of moet er binnen blijven? En natuurlijk, wij kennen hier de karakters van alle dieren en wat de dieren zelf ook prettig voelen. En daarbij maken we een hele goede match. En natuurlijk houden we het ook achteraf altijd in de gaten als je een kat adopteert. Dat we ook altijd nog eventjes nabellen of dat het inderdaad echt een hele goede match is. Oh, oké. Jullie controleren ook als ze dus weg geweest zijn of dat het goed gaat. Jullie hebben altijd nog een nakontrole. Ja, het is voor ons heel belangrijk dat u zelf als u een kat adopteert en ook de kat zelf gelukkig is. Want anders dan lopen we een risico dat die 2 weken later weer op straat staat. Ja. Dus daar schieten we niks mee op. We moeten ervoor zorgen dat, dat ze een goed huisje krijgen. Zie je dan aan die katten ook nog wel eens een grote verandering in vacht of kleur of ogen? Of valt er dan wat op als ze weg geweest zijn? Sommige katten wel. We hebben pas geleden een heel mooi verhaal gehad van een kat. Die zat hier en die was eigenlijk maar door enkele mensen aan te raken. En die is opgenomen door een wat oudere dame. En die heeft een ongelooflijk goede band gehad gekregen met die kat. En dan zie je dat die kat ook heel erg opknapt. En dat die ook weer naar andere mensen eigenlijk ook weer veel vriendelijker wordt. Die heeft echt een heel goed plekje gevonden. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk als dat zo loopt. Ja, inderdaad. Daar doen jullie het voor, denk ik. Absoluut, ja. Ja. Klopt. We komen hier in de buitenruimte, waar de katten lekker kunnen luchten. Zitten de katten hier vaak? Nu is het wel een beetje koud. Maar er zijn katten bij die het heerlijk vinden om lekker buiten te zitten. Ja. Dus we zijn heel blij dat we dit hebben. Dit is een jaar of 3 geleden is dit gebouwd. Ja. En toen hadden we nog geen toegang. Dus we moesten echt de katten hier naartoe dragen. Nou, dat werkte niet. En in 2011 is er een trappetje gebouwd van de losloopruimte naar de buitenren. Zodat de katten gewoon wanneer ze willen naar de buitenren kunnen en weer terug. Dat is uniek. Geen enkel asiel heeft dat. Nee. Daar zijn we ook heel trots op. Ja. Maar wie knapt dit nou bijvoorbeeld op? Of wie maakt dit? Ook de vrijwilligers? En waar, van welk geld doen jullie dat? Want je zegt dat je gesponsord wordt door gemeente wel. Hè? Of een stichting is. En wat geld van de gemeente. Maar waar komt de rest van de financiën vandaan? In principe moeten we bijna letterlijk al het geld bij elkaar schrapen. En de buitenren, de materialen voor het trappetje, dat hebben we allemaal gekregen.
We zijn bedrijven langs gegaan voor restanten verf. Het is gedaan door klusjesmannen die het vrijwillig hebben gedaan in hun vrije tijd. Het kost wat energie, maar ja, we worden wel zo nu en dan eens goed geholpen. Ja. En dat is ook nodig, want ja, het kost gewoon geld. En het is, we hebben geen geldboom helaas hier achter het asiel. Maar we moeten het echt hebben van giften. Wat is dit voor ruimte? Dit is de ziekenboeg. Die is gelukkig leeg, zoals je kan zien. Ja. Dus we hebben hier geen zieke katten nu op dit moment. Het zijn aparte hokken, helemaal afgesloten met speciale ventilatie ook. De mensen die hier werken kunnen via de achterdeur kunnen ze zeg maar naar buiten, dat ze niet meer langs de gezonde katten moeten dan. Okay. Ja. En nu wordt die gebruikt voor Boef, want Boef is een echte boef. Een boef die vecht een beetje met de andere katten. En omdat het toch leeg is, mag hij lekker hier in de keuken loslopen. Okay. Ja. Dus dit zijn de katten die net binnenkomen, die worden hier eerst 2 weken gehouden. Is dat, ja, zodat we zeker weten dat ze gezond zijn, zoals we net vertelden. Ja. Dus dat, en we hebben dus geprobeerd de hokken wat groter te maken. Normaal gesproken zijn het enkele hokken. En we hebben ze uitgebreid, zodat ook de katten hier wat meer loopruimte hebben dan in een gemiddeld asiel. Ja. En dit is Pin, en die is dol op aandacht. Ja. Dan hebben we ook al heel wat ruimtes gezien en heel wat katten. Hoeveel katten zitten hier in dit asiel? In het totaal ongeveer 30. 30 katten. En hoeveel kunnen jullie er huisvesten? Max. Ja, dan zitten we wel redelijk aan de max inderdaad, met 30. Ja. Dus, dus daarom is het ook belangrijk dat, ja, dat katten ook weer snel opgehaald worden door hun nieuwe baasjes. Zodat we zoveel mogelijk dieren kunnen helpen. Maar het is een heel groot pand, hè? Dit is dus een nieuwe ruimte weer. Wordt dit pand gehuurd of gepacht? Ja, het is een oud woonhuis geweest en wij huren dit inderdaad. Dus ja, je kan je voorstellen dat het ook alweer een behoorlijke kostenpost aan verbonden voor ons als asiel. Ja. Dus dat, ook dat is iets waar we zeker nog donateurs voor kunnen gebruiken om ons daarbij te ondersteunen. Ja, en mede voor de medicatie en alles wat je nodig hebt, wat jullie net hebben laten zien, gaat heel veel geld in zitten. Ja, dat zijn inderdaad onze grootste kostenposten samen. De huur van het pand, de dierenartskosten, dat samen, dat komt tot een behoorlijk bedrag. Hebben jullie ook wel wat sponsors of sponsors erbij? Ja, we zijn eigenlijk pas... deze stichting is sinds 1 december echt weer officieel in bedrijf. Dus sinds die tijd hebben zich wel weer een aantal nieuwe donateurs aangemeld. Maar het moet echt nog op gang komen. Dus we hebben er nog veel meer nodig om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken. Ja. En waar kunnen mensen die donateur willen worden terecht? Hoe komen jullie naar buiten of waar staat de publiciteit om donateurs te trekken? Dat doen we heel divers. Soms staan we voor verschillende winkels hier in de regio met inzamelacties. En dan brengen we ook onszelf weer onder de aandacht. Er gaan regelmatig mailings uit naar mensen waar we ook al contact mee hebben gehad. We hebben social media, zoals Facebook, waar we heel actief op zijn. En ook daar promoten we de dieren die bij ons binnenkomen. En houden we mensen ook op de hoogte van wat er gebeurt in ons asiel. Er gaan regelmatig nieuwsbrieven uit die mensen op de hoogte houden. En ja, als mensen donateur willen worden, kunnen ze op de site kijken of mij direct een e-mailtje sturen. Okay. En wat is de naam van de site? Dat is www.sds-eo.nl. En om donateur te worden, kunt u mailen naar gitta@sds-eo.nl. Oké, hopen dat er heel veel mensen kijken voor jullie. Ja, dat ze reageren. Ja. Dit is het washok van het asiel. Hier bewaren we de dekentjes, de washandjes, de doeken, de mandjes, speelgoed. Wordt allemaal gewassen elke dag. De wasmachine draait werkelijk op volle toeren en die heeft een zwaar leven hier. Hij krijgt kuren nu, dus vandaag of morgen stopt hij ermee en dan hebben we een probleem. Dus dit is een goed voorbeeld van een kostenpost waar we heel hard hulp voor nodig hebben. Kunnen jullie wat katten laten zien die nog op zoek zijn naar een baasje? Ja. Of een nieuw tehuis? Het is Knetter. En het is een leuke, jonge, speelse kater. Hij is pas bij ons gecastreerd bij de dierenarts. Dus, er komen geen kleine knettertjes meer. Het is een heel lief dier. Hij is nu vrij rustig, maar hij kan behoorlijk de boel op stelte zetten. Door heen en weer te rennen, achter balletjes aan, achter muisjes aan. Het is gewoon een heel gezellig dier. Leuk voor een gezin met kinderen. En hij
Hij zoekt nog zo'n leuk gezin. Hè? Ja. Nou, in deze kroelkou zit dus Rory. Dat is ook een kat die op straat is gevonden. En het is zo'n heerlijke kroelkat. Het zou een ideale kat zijn om echt bij iemand in een gezin weer thuis te zitten. Want wij doen hier ons best om de hele dag zoveel mogelijk met ze te kroelen. Maar uiteindelijk zijn wij hier niet de hele dag natuurlijk. Dus in een gezin zou zij veel beter tot terecht komen. Is er nog iets wat jullie aan de kijkers zouden willen vertellen? Wat we misschien vergeten zijn? Of wat jullie nog graag over jullie vrijwilligerswerk willen vertellen? Ja, zeker. Ja, je krijgt de indruk dat ze hier een paradijsje hebben. Dat ze het allemaal heel erg naar de zin hebben. Ze hebben het natuurlijk ook niet slecht hier. Maar het is niet ideaal. Ze zoeken echt allemaal nog een huisje. En daar doen we het ook voor. Niet om ze hier te houden. Ze zijn op zoek naar een nieuw huisje. Dus als mensen op zoek zijn naar een kat, loop eerst even het asiel binnen. We hebben ze in alle kleuren en maten en soorten. Dus er zit vast wel iets tussen wat goed past. We hebben nu alles over de katten in ons asiel verteld. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om de katten in nood in Sliedrecht. Maar kunnen er nog veel meer dieren in nood zijn. En daarvoor rijdt ook de dierenambulance. En voor dat, als u dieren in nood vindt, maakt niet uit wat voor dier. Dan kunt u bellen met het nummer 06-195-90444. De 14e wedstrijd van het seizoen, Sliedrecht Sport loopt dan tegen de eerste nederlaag op. Het feit dat het tegen de concurrent is, Erik Sietse, komt dat hard aan? Nou, het is nooit leuk om te verliezen. Tegen wie maakt me dan niet zo heel veel uit. Het gaat meer om of je zelf je maximale niveau hebt gehaald. En ik denk dat de conclusie van vandaag is dat we dat zelf niet doen. En als je dat niet doet, dan krijg je het heel moeilijk. Ja, en dan heb je de pech dat je dat doet in een wedstrijd tegen een goede ploeg. En dan is het net niet genoeg, maar uiteindelijk wordt het op een paar puntjes beslist. En dan heb je ook niet altijd helemaal geluk. Maar ja, het is terecht dat je hem verliest, denk ik. Over het geheel waren zij vandaag iets beter. Wedstrijden tussen Weert en Sliedrecht Sport zijn eigenlijk de laatste 2-3 jaar al heel close. Het is nog maar een paar minuten na de wedstrijd, maar op welke punten hebben jullie het uiteindelijk af moeten leggen? Nou, nogmaals, het zijn kleine dingetjes. Ik denk dat we meer hadden kunnen doen met onze rallykansen. We hebben best wel wat verdedigingskansen laten liggen. En dan met name in de omschakeling daaruit naar de aanval. En als we dat volgende week wat beter doen, dan kan het zomaar onze kant weer opvallen. Daar ben ik van overtuigd. Eerst nog een andere intermezzo tussendoor. De Nationale Beker. Ja. Donitas, morgen op zondagavond, 7 uur. Ga er maar aan staan. Ja, nou ja, de wedstrijd moet gespeeld worden en het is natuurlijk ook een wedstrijd op weg naar een mooie prijs. En we willen graag die Final Four halen van de beker. Ik denk dat het gunstiger is om hem morgen te spelen dan op een doordeweekse avond. We kunnen nu morgen rustig allemaal overdag, is iedereen vrij en dan kunnen we werken naar die wedstrijd toe. En dan spelen we hopelijk met een goed resultaat en dan kunnen we de 30ste thuis, kunnen we dat afmaken hopelijk. Nou, dan sta je bij de laatste 4 van de beker en dat is toch een hele serieuze prijs. Inge Molendijk, ja, na 14 wedstrijden dan eindelijk tegen een eerste nederlaag opgelopen. Naarmate die reeks groeit, 12, 13 wedstrijden ongeslagen, brengt dat ook meer druk? Nou, ik denk niet dat het meer druk met zich meebrengt voor onszelf. Maar het is wel lastig om elke wedstrijd te gaan winnen. Dus er komt een keer een wedstrijd dat je gaat verliezen of dat je wat minder speelt. Dus. Nou, van die druk ben je daar nu in ieder geval eventjes verlost. Dat is misschien een positief punt van de wedstrijd van vanavond. Het was heel close. Het dubbeltje kon twee kanten opvallen. Wat is in jouw optiek, het is nog maar kort na de wedstrijd, de doorslaggevende factor geweest? Ik denk dat we behoorlijk wat serveerfouten hebben gemaakt. We hebben ook wat mooie series gehad, maar eigenlijk te weinig series tegenover de fouten die we hebben gemaakt in de serve. En ik denk dat als we dat echt op orde hebben, dat we dan wel, wel meer kansen hadden. Ja.
Houdt de spanning in de competitie in ieder geval nu met 5 punten levend. Volgende week de uitwedstrijd tegen Weert. Daar doen jullie over het algemeen wel eens leuke dingen. Ja, dat klopt. Ik hoop dat we dan, kunnen winnen. Ja. Ja. Tussendoor nog eventjes een uitstapje naar Groningen. Morgen, 7 uur, Donitas. Ja. Is dat voor jullie iets van, ja, dat moeten we even snel tussendoor doen? Of? Nou, we zien het niet als we moeten het even snel tussendoor doen. Maar ja, ze spelen wel een klasse lager. Dus het moet niet een hele moeilijke wedstrijd voor ons worden. En we hopen dat we daar gewoon 3-0 gaan winnen. En dat we dan weer lekker naar huis kunnen en kunnen rusten. Dit gaat vanavond natuurlijk toch wel wat fysieke inspanningen tot gevolg. Kan dat morgen eventueel nog een rol spelen? Of? Nou, ik denk wel dat ze allemaal fit genoeg zijn om morgen gewoon te staan.